Joey, afgelopen weekend de eerste keer in de basis bij Heracles. Hoe was het? Ja, qua resultaat was het wat minder natuurlijk. Maar het is lekker om in de basis te staan. En dat geeft persoonlijk een goed gevoel. Alleen ik had wel graag gewonnen. Ja. Had je dat al zo snel verwacht? Ik had wel het gevoel dat ik er dicht tegenaan zat, als ik eerlijk ben. Vooral in de voorbereiding al en ook in het begin van de competitie. En de trainer die zei ook tegen mij dat ik goed bezig was. En vorige week tegen Groningen mocht ik al invallen. Daar had ik persoonlijk ook wel een goed gevoel bij. Dus het was niet helemaal een verrassing, maar het is altijd lekker als het bevestigd wordt. Toen speelde je in de voorbereiding op rechtsback en nu op middenveld. Waar ben je eigenlijk? Voor mijn gevoel ben ik nog steeds middenvelder, want daar heb ik het vaakst gespeeld. Ook voorheen. Dus dat zegt mijn gevoel. Maar ik kan op rechtsback ook uit de voeten. Maar mijn voorkeur gaat wel uit naar het midden, ja zeker. Voorlopig sta je erin. Tenminste, nu sta je erin. Blijf je erin staan? Ja, dat weet je nooit. Dat hoop je. Ik ga gewoon door met deze lijn. En als ik erin blijf staan, is dat natuurlijk mooi. En ik moet gewoon gas geven en doorgaan. En dus kijken we volgende week wel weer hoe het ervoor staat. Vorig seizoen speelde je wedstrijden bij Jong FC Twente. Wat was de keuze om hierin te gaan? Ik had het gevoel dat ik een stapje hoger op moest. Hoe raar het ook klinkt als je in de Jupiler League bij Jong Twente speelt. Maar ik had daarvoor al een aantal keer meegaan in de Eredivisie. En ik heb gewoon voor mezelf het gevoel dat ik daar thuis hou in de Eredivisie. En als ik dat bij deze club kan doen, is dat natuurlijk heel mooi. Ja, voor twee seizoenen terug maakte je debuut in Europa. Ik kan me herinneren dat je tegen Heerenveen speelde. Ja. Maar afgelopen seizoen alleen maar bij de belofte. Hoe kwam dat? Dat seizoen was natuurlijk mooi toen ik mijn debuut maakte en in Europa speelde. En afgelopen seizoen is het anders gelopen. En de jongens die in de basis speelden, die waren en deden het gewoon beter dan mij. En zo eerlijk moet je ook zijn. Dus ik dacht, het wordt een keer tijd voor een nieuwe uitdaging, zeg maar. Maar nu nog dichter bij huis, hè? Nijverdal woon je toch? Ja, zeker. Nog dichterbij. Dus kwartier, 10 minuten. Dus dat is alleen maar mooi. Dus ik kan nog iets langer liggen ook, zachtjes, ja. Zijn je verwachtingen dit seizoen? Ik ben nu even basis spelen en dat wil ik gewoon doortrekken. En ik wil voor mezelf gewoon vaste waarde hier worden. En zoveel mogelijk wedstrijden in het eerste spelen. En natuurlijk als team hebben we een wat mindere start gemaakt. Maar ik denk dat we dat gewoon op moeten pakken volgende week al tegen Excelsior. En dan kan het een goed seizoen worden als we met z'n allen vol ervoor gaan.